Hey Urbex mensen, welkom in een nieuwe video. Nu, vandaag zijn we naar een plek aan het wandelen. En het zou een verlaten psychiatrisch ziekenhuis zijn. We gaan zien of dat er nog iets van te vinden is natuurlijk. Zo, let's go. Zoals jullie daar kunnen zien, zien jullie het plakkaatje Salvemater staan. En dat zijn dus al woonblokken geworden. Dat was vroeger dus een psychiatrisch ziekenhuis. Maar er zou nog maar één blok zijn die echt leeg staat. En al de rest zouden woonblokken zijn. Dus het is wel een beetje oppassen, want vroeger stond dus alles leeg. Maar nu niet. Welk? Het is weekdag en ik denk dat ze aan het werken zijn. Echt? Hoort je dat niet? Ja, dat kan wel dat ze daar aan het werken zijn. Dus dat zal wel zwaar rot zijn. Kunnen niet eens gaan kijken, hè? Mm-hmm. Dus... dit was het gebouw, maar ze zijn hier dus aan het werken, ze zijn dat aan het renoveren. Nu, blijkbaar kunnen we hier in het weekend wel eens komen kijken om binnen te gaan, maar ze zijn aan het werken, dus dat is wel een beetje kut. Constant dat camions voorbij rijden. Nu, die zeggen wel niks, hè? Nou, nee, maar... Waarschijnlijk... En als ik ze goed kan zien, dat zijn wel gewoon open, maar... Well, het is nu niet echt de moeite om naar binnen te gaan als ze hier aan het werken zijn, hè? Zou wij straks eens terugkomen anders? Na de werkuren? Ja. Proberen, of niet? Nee? Goed, we gaan straks proberen terug te komen na de werkuren. Misschien dat we er dan wel in kunnen, want het is echt wel graaf. Hè? Dus het is een psychiatrisch ziekenhuis. En er zouden nog zo'n paar van die creepy bedden staan. En ook nog wel... Er is een badkamer, een heel bekende spot hier. Bekende foto's die hier gemaakt worden van... Die badkamer. Dat is zo'n badkamer met allemaal zogezegd bloed. Met zo'n stoel erin zo. Om te bevallen, zoiets raar. Maar, misschien dat we een andere keer terugkomen of straks. Zo kut. Gaan we gewoon eens een ommeke maken of niet? Zolang dat we op dat terrein hier blijven voor de hekken, zal er wel geen probleem zijn zeker. Als ze iets zeggen, dan zullen ze wel het laten weten zeker. Want ze kunnen het misschien wel horen, ze zijn hier overal aan het werken dus. Het is nog wel in een serieuze staat van decay. Later komen dus allemaal woningen te staan. Vandaag is dus de eerste dag dat ze hier letterlijk aan gaan beginnen werken. Dus hoe zwaar kut is dat eigenlijk wel niet? Ik zal hier letterlijk een papier in de auto dat ze vanaf vandaag aan de werken gaan beginnen binnen. Dus dat is wel zwaar rot. Ah, waarom zijn we nou ook altijd te laat? Hè? Waarom zijn we ook altijd te laat? Voor alles. Ja, misschien dat we straks wel terugkomen na de werkuren. Misschien dat we dan nog snel iets kunnen zien, maar... we shall see. Een bordje met de White House. We gaan gewoon een beetje hier nog in de natuur wat wandelen, dat het hier nu wel mooi is. Ja? 1 uur 49. Ja, dat is wel ver. Dat is dan voor een andere keer. Oké. Okay. Daar zie je het prachtige Salvemater. What the fuck is dat voor een beest op mijn camera? Vieze insecten. Hallo iedereen. Welkom bij een nieuwe video. Ja, een nieuwe video. We zijn nog altijd op de plek van Salvemater. Een verlaten psychiatrisch ziekenhuis. Maar we gaan even een announcement maken, zal ik maar zeggen. Wij gaan volgende week vertrekken wij voor bijna een maand naar Amerika. En daar gaan we dus roadtrippen in Amerika. We gaan naar Philadelphia, Boston, Atlantic City, New York. Wat nog? Washington DC. Dus we gaan heel veel verschillende plekken doen. Waarschijnlijk, hopelijk, een paar abandoned. Maar dat is nog niet zeker. Er zullen zeker een maand geen video's komen. De eerste zullen pas ongeveer mid-augustus terugkomen. De eerste video's, hopelijk. Dus dat wouden we zeggen. Now, for the English people, so maybe you understand it a little bit, but we're going on a road trip for almost a month. Next week, we are going. We departure the 28th of June.
En we will be gone until the 23rd of July, something like that. So almost a month. En yeah. We're going to Boston, Philadelphia, Baltimore, New York City, Washington DC. So we're gonna be away for a long time, so there will be no videos in the upcoming month until almost mid-August, I think. So yeah, that's an announcement. We are now by a psychiatric hospital, and unfortunately there is no way inside because today they start working for the renovation for service flats. So we are too late, just one day. If we could come yesterday, it was okay, we could get inside, but now not, because they're working on the property. So maybe we come back after work hours. So we will see you. Okay. Goodbye. Okay. I hope you enjoyed this video. And yeah, see you in the next one. And wish us the best of luck in the United States. Goodbye. Goodbye, beloved. Goodbye. Goodbye, my friend.